guys! Ik ben hier vandaag met Rutger. Hallo allemaal! We gaan een hele leuke video opnemen, namelijk eentje die ik heb gezien in Amerika. Het heet daar de Urban Dictionary Challenge. Mm. En dat is dan de bedoeling dat je van de Urban Dictionary, dat is een site waarop allemaal soort van straattaalwoorden staan, dat iemand anders vraagt van wat betekent dat woord en dat wij dan verzinnen van wat het woord betekent. Wij zijn echt mensen van de straat, dus dit kunnen wij. Urban Dictionary heeft ook een soort van Nederlandse variant van. Dat heet straatwoordenboek.nl. Dus ik heb aan Saske gevraagd of ze allemaal woorden daar vanaf wil pakken. En wij moeten nu gaan raden wat ze betekenen. Ik vind het serieus zo'n grappige opgave, want wij zijn inderdaad allebei. Ja, echt. Zo super cool zijn we allebei. Nee, gewoon ook in onze niet. Taal. Ik denk dat het niks gaat worden, maar kom maar op met het eerste woord. Oké. Okay. Het eerste woord is XT. XT. Exter. Ik denk ook dat ik het weet. Oh, ik denk iemand die weggaat ergens terwijl het nog niet de bedoeling was. Zeg maar een afhaker, een exit. Ik denk iemand die stilt. Oh, een exter! Ja. Ja, ik dacht dat kan ook. Of exit. Oh ja. Maar het kan allebei, want zeg maar de vogel exter die houdt van glimmende dingetjes en die stelen ze dan vaak. Oké, motoragent. Motoragent, wegwezen, een exter. Motoragent. Waar komt dat nou weer vandaan? Oh, dat is echt, komt helemaal niet. Nee, maar ik vond jouw theorie wel echt gewoon heel slim. Chewy. Chewy. Zo, jongen, Chewy. Chewy. Ik denk een meisje dat hard to get is. Een Chewy? Ik denk kauwgom, want dan moet je op kauwen van Chewy. Oké. Oh my god, ik heb het goed! Oh, ik zou nooit buiten komen. Is wat? Pas met die Chewy. Oh, en ik dacht van ik ga heel onlogisch nadenken. En ja, ik was toch een beetje logisch. Dampoe. Dampoe. Is dat ook alweer? Je gaat automatisch ook een beetje dampoe zo praten. Dampoe. Ik heb er wel eens van gehoord. Ja, ik ook. Dampoe. Dampoe. Ik ben dampoe. Dampoe is gewoon moe. Ja, goeie. Ik denk dat dampoe betekent dat je in de shit zit. Okay. Gewoon echt problemen. Echt dampoe, man. Ik kan het gewoon voor alles gebruiken. Ik eet vanavond dampoe. Vandaag maken we dampoe. Nou, wat is het? Ik ben nu wel benieuwd. Oké. Scheet! Een dampoe! Ik wist dit. Oh, ik shit. Heb een dampoe gelaten. Nou, weer geen punt. Geen punten weer. Riba! Maar oh, yo, het was echt Riba. Het was echt Riba gisteravond. Doe een beetje denken van Arriba! En dat is een beetje van yes. Ik denk dat het een ding is. Ja, het is een fiets. Oh, dat zou nog best wel goed kunnen. Nee, doe normaal. Waarom? Ik denk dat het een auto is. Ja? Nee, wacht, is dat niet gewoon Waggy of zo? Waggy. Ik denk dat Riba dat de supermarkt is. Oké. Okay. Rijbewijs! Het had wel iets. Oh ja, het zat er wel goed bij. Ja. Ja, natuurlijk. Riba, rijbewijs. Ik wil trouwens eventjes zeggen tussendoor. Niet dat we iemand proberen te beledigen met de accentjes die we doen. Oh, maar nee. Dit is gewoon wat er iemand bij ons heel stom komt met straattaal. Ik kan het ook zo zeggen. Als ik 18 ben, ga ik direct voor mijn Riba. Maar ik denk dat niemand het ooit zegt. Zo. Nee. Lappie. Lappie is als je zeg maar nog iemand terug moet betalen. Oh ja, dat zou heel goed kunnen. Dat je nog moet lappen. Maar lappie kan ook. Het doet me ook een beetje denken aan dronken. Ik ben lappie. Wappie en Nokkie? Dat is ook allemaal dronken. Ja, of het is iets van kleding. Mijn lappie. Waar is mijn jas? Mijn lappie. Ik ga voor jas. Oké, okay, ik ga voor dat je iemand iets terug moet betalen. Oké. Okay. Laptop! Oh, de. Ik doe even mijn lappie dicht. Even mijn lappie. Lappie. Is het lappie? Mert roept hier aan. Mert had deze challenge moeten doen. Geen dampoe laten, hè, want we zijn met een video bezig. Kofferen. Ja, dat is kofferen. Gewoon iemand kofferen. Ja, of voor iemand opnemen. Precies, gewoon koffer mijn back even, weet je. Oh, betalen! Nee. Oh. Oh, dat kan ook. We zijn hier heel slecht in. Het is echt gewoon niet voor ons dit. Damscode, Amsterdam. Ja? Ja, dat denk ik wel. Damscode. Ik zeg wel eens, ik ga naar Damscode. Ja, misschien dat ik dat even. Ja. Voor de grap. Ik zeg wel Damski wel eens gezegd. Ja, ik denk Amsterdam, maar dat ik weet niet best zeker. Dat zou kunnen. Ja, ik kan eigenlijk niks beter verzinnen. Ik denk dat jij de punt gewoon moet krijgen. Yay! Oh, 2-0. Capo. Een pet. Ah, een capo is ook zeg maar bij een gitaar. Maar dat zal wel niet zijn. Ik denk een pet. Een pet. Of een rups. Maar ik denk niet dat we moeten aan een ketterpie. Maar ik denk niet dat hij straat haalt dat ze het over rupsen hebben. Nee. Dat er van die stoere gasten op straat. Een capo! Zie die capo! Het is als je door de douane gaat.
Hoe kom je daar nou weer bij? I don't know. Ik zag een boot. Ik dacht aan vakantie. Okay. De baas. De baas. Ik ben hier de capo. Chop. Galusu. Plaka. Klinkt een beetje als een soa. Ik heb plaka. Oké, okay, ik denk zeg maar een plaka is zo'n vriend die je in de groep hebt, maar die je eigenlijk niet wil hebben, maar die je er toch bij houdt gewoon omdat je niet onaardig wil zijn. Ja, een soort van aanplaksel. Een aanhangsel. Een plaka is een cd-speler. Ik vind ons wel creatief. Ja, ik ook. Een bord. Ik kom wel tot de conclusie dat ik dit allemaal echt compleet. Ja, dat is echt een wereld die ik gewoon niet ken. Blitzkaters. Blitzkaters? Als je zeg maar zoveel hebt gezopen, maar geen kater hebt. Dat kan. Kijk, een kater is een mannetjespoes en het is een aantrekkelijke man. Zeg maar een blitzkater. Wow, kijk die blitzkater. Dus dit zeggen vrouwen van, wow, ik vind hem wel echt een blitzkater. Toch logisch? Mert is een blitzkater. Sowieso dat Mert een blitzkater is. Erg chill. Misschien lezen wij het verkeerd. Is het misschien blitzskaters? Blitzskaters. Onze gradatie van coolheid, die is wel echt zo. Start up from the top, now we're here. Tala. Tella. Het kan ook je telefoon zijn. Ha. Ik heb een Tella hier. Ik denk een telefoon. Oké. Okay. Ik denk dat Tala een gevecht is. Oh my god! Heb ik nou mijn derde punt? Ja. Ja. Chima. Chima. Is dat een meisje? Ja, het is gewoon een meisje, denk ik. Knap meisje, ja. Woekiki. 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 Woekiki, woekiki, woekiki. Je clan, je groep vrienden. Je woekiki. Maar dat is ook gang. Woekiki is mijn manier van dansen. Okay. Doe even die woekiki, man. Even de woekiki is een move. Ja. Ik denk dat het appelsap is. Hallo, hoe gaat het? Woekiki. Ik dacht dat dat pawakka was of zo. Atti. Atti. Eten. Of heel snel drinken. Nee, maar Atti. Hoe jij dat zegt. Maar Atti. Maar Atti, dat zijn mijn grootouders. Oh, dat kan ook. Nu is het wel een pet. Maar Atti. Sabi. 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 Dat Sabi. Zegt wel Mert soms in mijn vrije les. Is dat niet gewoon vriend? Volgens mij is het vriend. Oké. Okay. Maar is niet. Oh nee. Of is sukkel? Oh, ik probeer het me voor te stellen. Sabi. Sukkel. Snoep. Oké, zoek maar snoep. Oké. Ah, het was vriend! So close. Okay. Noogoos. Of no-goes. Of no-ego's. Oh ja. Hey. Als iets heel erg fout is. Dat kan echt niet, het is echt 2007. Ik denk als je zeg maar iets wilt delen met elkaar. No-goes. We doen gewoon noogoos, weet je. Okay. Nice. Baat. Baat. Dat is je buit. Als je iets zeg maar hebt gejat, dan is dat je buit. Ja. Maar baat. Oké. Okay. Ik denk dat je gelijk hebt. En jij was eerder. Stoer doen. Hé, die papi doet baat, man. Oh shit, was dit de laatste? Dit was de laatste. Oh nee. Ha, gelukkig. Dat betekent dat we hem weer hebben. Nou, ik vond dat we er best wel slecht in waren, ja. Ik vond ook dat we er best wel slecht in. Ik denk niet dat wij het zouden overleven op straat. Wij blijven gewoon voor altijd binnen. Ja. Ik had eigenlijk gedacht dat ik wel meer zou weten, aangezien Mert dus de serie Maak en geen vrijles maakt. Ja. En daar komen best wel wat straattaalwoorden in voor, maar nope. Nou, ik ben toch nog wel blij dat ik er een paar heb kunnen raden. Oké, okay, ik vond het wel echt super leuk. Dus als je denkt van, nou, ik wil deze tag ook doen of challenge, dus doe dat dan gewoon. Het komt oorspronkelijk uit Amerika. Maar volgens mij heb ik het in Nederland nog helemaal niet gezien. Ik kende het ook nog niet. Mocht je iets hebben gehoord waarvan je denkt van ja, de betekenis klopt helemaal niet. Dit is allemaal van een website genaamd Straatwoordenboek, dus don't blame us. En wij weten het echt niet, maar laat dan even in de reacties achter of zo. Wat het dan volgens jou wel betekent. Yes. Rutger en ik hebben ook een video gemaakt op Rutgers kanaal en die staat nu ook online. Klik even op de link in de beschrijving, dan kan je er naartoe. Dankjewel dat je, dat je straatwoorden met me wilde zeggen. Ja, het was heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Hartjes! Doei doei! Doei!